Stephen Gonish, waarnemend directeur van de SLM, ontkracht de geruchten die in enkele berichtgevingen vandaag voorkwamen dat hij per 1 december uit zijn functie zal stappen. Gonish meent dat er met zulke berichten onnodig paniek wordt gezaaid binnen het bedrijf en de samenleving. Verder onderstreept hij in een gesprek met onze redactie dat de informatie dat hij opstapt per 1 december niet juist is. Het klopt niet. Laat me daarmee beginnen. Wat wel klopt is dat ik de aandeelhouder wel heb geïnformeerd op 25 oktober jongstleden dat ik de vaste aanstelling als CEO niet meer zou ambiëren. En dat ik bereid ben nog in de waarneming te zijn, zolang dat nodig wordt geacht. En initieel tot en met 1 december. En als het nog langer moet, dan zullen we dat in overleg moeten doen. En dan kan dat ook wel. Ik bedoel, wat we niet gaan doen en wat we zeker iedereen willen verzekeren, is dat het schip zeker niet onbemand zal blijven. En zeker ook niet zonder leiding. Daar gaan we niet aan meewerken. En daar is de aandeelhouder aan zet om te kijken hoe wij dat samen verder zullen trekken. Ik ben onderdirecteur operations bij de SLM, ik ben vlieger bij de SLM en dat zijn de taken die ook doorgaan en moeten gaan. Maar ook het leiding geven aan de SLM, daar komt zeker een adequate oplossing in. De SLM-directeur geeft aan dat het des regerings is als hij aanblijft als waarnemend directeur. Dat zal de komende tijd duidelijk worden na een vergadering met de aandeelhouder. De enige juiste informatie is dat een directielid is opgestapt en dat betreft de commercieel onderdirecteur die om persoonlijke redenen na 5 maanden is vertrokken.